elkaar. Ik ben een schoolvarken, is gelul en ik voet. Denk niet dat ik het leuk vind, het is dat ik het moet. Een kunstproject met varkens op de burgemeester van de Mortelplein. Ja of nee? Er is vanavond een buurtavond georganiseerd in het wijkcentrum, waarbij voor- en tegenstanders hun zegje kunnen doen en kunstenaars hun doel kunnen uitleggen. Wat loos met de varkentjes? Ik vind dat een levend dier gewoon niks met kunst te maken heeft. Wij zijn mensen, wij kunnen zeggen wat we willen. En een varken kan niet zeggen of die dat wil, ja of nee. De kunstenaars, het is afgekeurd voor de burgemeester van de Mortelplein. Hoe vinden jullie dat? Nou, dat zat er wel een beetje in. Kijk, wij willen natuurlijk graag dat een hele gemeenschap, dat het gedragen wordt door de gemeenschap. Dus zodra dat niet zo is, dan gaan we daar ook niet mee door. Ik kom hier speciaal om te kijken of er soms een ambtenaar was van de gemeente die dat gefaciliteerd zou kunnen hebben. Want uit de berichtgeving had ik begrepen dat het er gewoon al kwam. Ja. Iedereen die ik spreek die zegt, nou dan kunnen we dan niks meer doen, want dat staat zo wel in de krant en dat staat al op de folder van de buur. Alles staat er al op, dat komt er gewoon. Ja. Maar nou blijkt dat niet zo te zijn. Nee. Bent u voor of tegen de varkentjes op burgemeester van de Mortelplein? Nou, tegen. Waarom? Waarom? Nou, die varkens horen hier toch niet in de woonwijk te staan. Ja, ik vond het nog een vijandige sfeer. Eerst maar dat vond ik wel komisch. Dus het versterkt in ieder geval de saamhorigheid onder de mensen. Maar ik denk wel dat ik één ding kan zeggen, dat die varkens komen hier niet. Was u voor of tegen? Ik ben op zich ben ik wel heel erg voor het houden van dieren en dat mensen dus. Ik heb zelf kippen. En daar moet je goed voor zorgen en dan weet je inderdaad dat die beesten een goed leven hebben. Dus ik zou wel voorstander zijn dat mensen in hun achtertuin een varken houden, maar niet op zo'n openbare plein. Dat wordt helemaal niks. Nee, absoluut niet. Nee, want ik wil überhaupt die beesten dat niet aandoen. Dat was mijn uitgangspunt. De beest moet op een diervriendelijke manier op kunnen groeien en dat kan het niet in een dergelijke omgeving. Ga eens kijken en zodoende dat ik hier ben en wat ik ervan vond, ik vond het een geslaagde avond. Dus. Ik was tegen het huis en daarom is hij geslaagd. Nee, ik ben niet zozeer tegen of voor. Ik ben, zoals ik net aangaf, ik ben komen kijken en wat ik heb gezien is dat er in de zaal op een gegeven moment vanuit de wijk een bepaalde interactie plaatsvond met mensen, tussen mensen, onderling, met elkaar en dat is voor mij heel erg belangrijk. Girl, girl,